Good, GelFam, ik ben hier met Peter de Harder. Petrus! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Peter, waar ben je geweest de laatste tijd? Stel jezelf eens voor. Ik ben Petrus, ik ben de jongen die een beetje positiviteit op YouTube begint te verspreiden. Ja, wil je nou zeggen dat ik dat niet doe? Ja, maar ik expliciet. We zijn hier vandaag en het is nog steeds Kelsemmer. We zijn bijna aan het einde toegekomen, maar we zijn nog steeds bezig. Video 24. Ben je nou aan het dabben? You dabbing, dude. You dabbing, bro. Het is nog 2017, dus het mag nog. Dab, 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 dab. Het is video 24, wat betekent dat we binnen 24 uur... Oh, wat toevallig zeg. 12.000 likes binnen 24 uur. Als het niet lukt, dan is helaas Kelsemmer voorbij. Dat zou toch een spijtig moment zijn dat we niet de 31 video's hebben gehaald. Ja, dat zou ik ook wel stiekem een beetje jammer vinden. Mensen, dus, 12.000 likes. Is dat te veel gevraagd? Is dat godverdomme te veel gevraagd? Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Voor de mensen die Peter niet kennen, Peter en ik zijn al jarenlang beste vrienden. Wat betekent dat we seks hebben met elkaar. Hey, die move heb ik ooit bij jou gedaan in de kelder, vriend. Maar wij zijn al heel lang beste vrienden. Dat betekent dat we, nou niks eigenlijk. Nou, dat slaat eigenlijk nergens op. Wat is dit? Vriendschap. I'm in love with the calvin. Hey, 12.000 duimpjes. Jouw duimpje wacht nog even. Peter heeft een serie op zijn kanaal waarin hij eigenlijk vriendjes probeert te worden van vrouwelijke YouTubers. En ik dacht, weet je, waarom zou je elke keer gewoon naar een vrouwelijke YouTuber toe gaan als je het ook gewoon op Tinder kan doen? Dus dat gaan we vandaag doen. Maar we gaan het nu iets anders doen dan normaal. We gaan als elkaar op Tinder. Hey! En dat betekent, Peter op Tinder gaat als ikke en ik ga als hem. Heb je Tinder op je telefoon staan? Nee, ik ook niet. Jawel. Deel 1 van de Tinder video's is dat we even ons profieltje ready gaan maken. Ik zit überhaupt niet op Facebook, maar je moet het met Facebook doen. Maar ja, het logische gevolg daarvan is dat ik allemaal foto's heb uit fucking 2008. Fucking mooi. Weet je wat er bij mijn bio staat? 17-jarige boerenzoon uit het pittoreske Meedhuizen. Fucking mooi. Wee, time traveling man, hier. Ik zet er gewoon neer. Ondernemer. We moeten wel even serieus overkomen. Amsterdam. Ik heb gewoon een kick in het hartje, weet je wel. Spread the love, man. Heb je verder niks in je bio? Gewoon nee, alleen, nee, een, nee, laat zien dan. Bivu College. Hi. Living life. Yeah. Peter, loop me even door je profieltje heen. Oké. Okay. Laat me even... Oké, okay, nou het is moeilijk. Maar je bent helemaal niet, je maakt het zelf moeilijk. Ik heb foto's. Ik ga echt, want ik wil wel likes hebben. Laat zien dan. Ik heb echt gewoon de foto. Nieuw-Zeeland, laat het even groot zien. Je kan toch gewoon dit doen, joh, mafkees. Oh, sorry, pik. Je bent toch helemaal hier ook. Oh, ja, kijk, zo doen. Zo, dit is de foto hier. Kijk, gewoon steady. Ja, dat is hartstikke cool. Dit is gewoon staart daarbuiten. Ik heb slimme foto's gedaan. Dan heb ik gewoon met Steve een leuke foto. Ik, nou, dat is van normale jongen. Zelf vind ik zelf iets minder mooi, maar wel heel veel likes. Dus ik dacht, nou, weet je. En deze natuurlijk. Ja, maar natuurlijk. Ik heb deze gedaan. Deze had ook heel veel likes. En daarna deze, want dan denk je, oké, dit is toch wel een stoere boy. Dit vind ik een mooie spontane foto. Ja, toch? En dan denk je, oh, hij heeft een kat. En dan als laatste, oh, hij kent ook nog Anna Nushin. Of hij heeft de vriendin niks dan. Ben je klaar om te swappen? Ik ben klaar om te swappen, Mima. Ja? Mensen, het moment is daar. Mijn mobiel. We gaan in de handen van Mima. We gaan afstand doen van onze, nou toch wel onze belangrijkste voorwerpjes uit ons leven. Doe ik niks. Doe ik helemaal niks. Ik ben wel machtig, man. Nou, ik ben blij dat hij een anti-herpes display heeft. Hey. Noah, 21 jaar. Dit is wel jouw chick. Ik doe het niet, deze. Nee, goed zo. Even een goede like-sessie zetten. Ja, maar ik ben heel kieskeurig voor jou ook, hè. Oh, je bent wel snel behendig met die tinderings, man. Je hebt wel ervaring. We hebben al gelijk. Sowieso, Mattie. Waarom? Kijk je tong dan, jongen. Ik wil alleen de beste tong voor Mattie. Milou, 20, barvrouwtje. Ja, ik doe wel gewoon. Hey! Hey! We komen gewoon dezelfde chicks tegen. Julia, nou, of niet. Jess, nou, of niet. Terje, nou, of niet. Margo, nou. Ik ga gewoon even op basis van de eerste indruk ga ik gewoon liken of niet. Ik ga niet eens de andere foto's bekijken. Ik ga gewoon hier. Bam. Candy. Bam. Koos. Bam. Titan. Gecharlotte. Nou, laat me even zitten. Deze vind je top. Weet nu al dat jij hier verliefd op bent. Deze verliefd. Ik vind het wel hartstikke leuk. Hey! Laat even zien. Wie is dit? Kan er met tussenjaar. Nou, dat is perfect. Peter, ik zeg je eerlijk, hè. Ik ben al 5 minuten echt aan één stuk door aan het liken. Maar je hebt nog steeds geen match. Ik weet niet, onderbroken. Hey, nog een match, man. Kom eens, nog een match, man. Dan fijn doen dit. Godver. Oh. Ik kan niet meer liken, man. Oh, ik kan niet meer liken. Peter, je hebt wel geteld. Mm. Even de matches laden, even kijken. Dit kan enkele minuten duren. Alleen maar chicks geliked, hè, de laatste keer. Dus er moet sowieso een paar zijn in één keer. Ah, joh, wat een lieve jongen in zijn boomhut. Dat weet je niet, jongen. Jawel, jongen. Peter, fuck it. We beginnen gewoon met mijn chickies. Weet je, er komt een dag dat jij een match hebt. Was goed. Doe je imitaties aan. Dat gaat hartstikke goed. Jij moet eigenlijk gewoon Omo bij jou fixen, vriend. Wat? Omo? Nee. Omo. Was goed. Ze is matties met King Alert. Oh, 3 keer raden wat de titel is van King Alert. Overmorgen. Calvin op Tinder? Huh? Hey, vind je... Echt, jongen. Ik kan gewoon niet meer liken. Geen likes meer. Geen zin om te wachten. Upgrade. Fuck it. Ik upgrade die shit wel. 34 euro? Huh? Oh, dat is per maand. Oh, shit. Doe gewoon 1 maand. Doe even normaal, jongen. Ja, je hebt een match. Peter de Harde. Peter is wel. De dag is eindelijk hier. Wee, yo. Hier, Peter. Je hebt weer een match.
maar hé, wat een schoonheid zeg. Hey, ik heb precies hetzelfde die jij net de match had. Heb ik ook een match mee. Toch? Daar gaan we sowieso mee praten. Sowieso. Ben je nou sowieso? Peter, ben je klaar voor wat goede gesprekken? We beginnen met Zoe. Zoe praat tegen mij namelijk. Tegen jou eigenlijk. Zegt hey. Hey, tegen mij ook vriend. Echt? We got you figured out, Zoe. Zegt hey, alles goed. Hey daar. Joe. Hoe gaat die er mee? Wat zeg je allemaal tegen Zoe, man? Ik heb een kat. Ja, zag ik. Hoe heet hij zei? Zeg ik van Lotje. Alles goed. Yes! Schattig dat je het vraagt. Hoe is hij dan? Ik wou hoe is hij dan zeggen. Zeg ik. Hoe is het dan? Zoe zegt gaat wel prima hier. Je hebt een kat toch? Het ziet goed uit. We praten gewoon allebei met dezelfde chick tegelijkertijd. Check dit gesprek even. Akukaracha. Bam. Wat wil je nog meer? Ja, gaat ook goed. Ik heb AIDS. Mag ik dat zeggen? Dat mag zeker. Nee, ik doe het niet. Nee, doe gewoon. I dare you, man. Fuck it. Doe het. Wat doe je dan? Nee, echt. Oh, dat is ook gezellig. Vanina. Oh! Met op masker. Shit. Wat zeggen we? Ik heb het niet op voorbereid, maar wat zeggen we nu? Mocht ze willen. Je ook ver van. Hey, hey! Maar zij zeggen gewoon: als ze van jou afkomen, wel. Boy, yo! I like this lady! This lady is unbelievable! Ik verzamel ze. ik ben chicks voor jou, chicks is niet normaal. Moet je allemaal niks, maar ik ben echt aan het regelen hier ook. Ongekend. Hele collectie. Wat ben je allemaal aan het doen, jongen? Ik verzamel ze, ik heb bijna een hele collectie. Ik heb dubbels, kunnen we ruilen. Best wel een goed gesprek. Lekker zo'n raak kloppend hart heeft nu. Is je relatie alleen voor de views? Ik ben slachtoffer van mijn eigen format. What the fuck heeft zij nou weer voor boek geschreven? Nou ja, als je verzekerd bent, weinig. Wat zegt ze allemaal? Mijn gesprekken komen nog niet echt op gang. Moet ja, ik wil jongen, ik ben echt bezig. Niet te doen. Hey trouwens, ik zie je misschien een beetje kijken. En van, wat heb ik hier liggen? Dat is een duimpje. Even gebruiken, vriend. Duw hem er even op, jongen. 12.000 likes binnen 24 uur. Hey. Als je iemand moest kiezen, wat vind je van pijpen? Dat is de zin die ik ga zeggen. Shit. Maar je mag het wel zeggen, maar het moet wel net een manier zijn. Sta je open voor een orale bevrediging? In het algemeen. In het algemeen. Ja, precies. Kies dan iemand. Okay. Oh, sorry. Sta je open voor een orale bevrediging? In het algemeen. Oh wacht, Zoe! Oké, Zoe zegt vraagje. Peter, geef even een status-update. Shanae, die heeft 50.000 views per week. Waarom? Ik weet niet, ik heb gewoon gevraagd hoeveel views heb je. Dit is het moment waarop ik mag kiezen dat je met één persoon het gesprek voortzet. Oh. Jij moet even pitchen. Shanae, die is lekker spontaan. Oké, Dan Gabrielle. Die is echt geïnteresseerd. Oké, ik ga voor Gabrielle. Oké, je mag nu alleen nog maar met Gabrielle praten. Oké, deal vriend. Fix een date, vanavond. Oké. En dan cancel ik hem achteraf. Ik ga eerst even pitchen aan jou. Ja? Okay, jij moet één gesprek kiezen. Ja. Ik heb zeg maar één gesprek. Oh. Zoe. En Zoe zegt het volgende. Heb je niets beters te doen dan je als iemand anders voordoen op internet? Jawel, afspreken vanavond. Morgen is het kerst en je denkt, ik help, waar is je kerstboom? Nou hier! Goeiedag hé! Goeiedag hé! Hé, maar deze Zoe is wel slimmer, bro. Zou je vriendin niet zo leuk vinden, denk ik? Wie ben ik dan? Nu wordt gewoon een spelletje van ouderwets, wie ben ik? Daar hou ik wel van. Hoeveel zet jij erop in dat Zoe weet wie ik ben? Ik denk dat ze denkt dat ik het gewoon ben. Ze denkt nu dat ik het echt ben. Denk ze dat echt? Ik denk dat ze denkt dat ik het echt ben. Ik denk dat ze weet dat ik het ben. Zoe zegt, wie ben jij? Geen idee. Ja, what the fuck? Degene op de foto's, @volgpeterus op Insta. Oké. Okay. Heb je ooit een Tinder-date gehad? Gedate over het algemeen niet eens. Deze chick heb ik nog nooit gedate, bro. Maar waarom zit je dan op Tinder? Hey, maar ik probeer haar te fixen, maar het gaat niet echt goed. Oké. Okay, maar Zoe, ik vroeg op dates, Lego F poppers, lunch snuiven. Dan nee, bedankt. I don't know wie je bent. Oh shit. Hey, Shanae zegt send nudes. Hey! Maar we hebben nog wel één doel. En dat is dat ik die dates krijg vanavond. Date. Heb je het gewoon gevraagd? Heb je gewoon op date gevraagd? Ik heb het gevraagd. Wow, yo, je bent de beste wingman ever, man. Shanae, jongen, ik kan je wel een snap geven. We gaan denk ik richting de nudes. Wow, yo, deze chick wil echt nudes. Ja. Wat zullen we doen? Ik heb geen Snapchat meer. Ik wel. We hebben haar. We hebben een Snapchat. Yo, welke nudes zullen we sturen dan? We de poes van Otje sturen. Ja, dat is fucking grappig. Add friends, username. Wow, ik vind het wel voor het eerst echt spannend gewoon. Want het gaat er gewoon over mij, hè, nu. Hey. Oké, man. We zijn overgestapt op Snapchat, mensen. Ik ben nog nooit op dit punt geweest met een Tinder video. Doe maar een leuke selfie. Ja, oké, doe dat gewoon. Ik voel me echt zo'n klein rotkind die nu naar Tinder heeft ontdekt. Oké, took a screenshot. Deze bit. Oh. Stel dat ik nou een foto van mijn dik had gestuurd. Oh shit. Dan was ik gewoon de lul. Inderdaad. Maar dit is toch best wel erg dat je gewoon een screenshot maakt. Dit kan je gewoon zien, hè. Hé, ze heeft foto gestuurd. Oké. Bro. Oh. Game over. Shit, ze was gewoon een hele vriendin. Het is gewoon een hele vriendin. Shit. Ik heb mijn vertrouwen gewoon geschaad. Ik dacht, dit is echt een chick die gewoon onto something is. Maar nee, man. Zeg nou, wil je nudes? En dan stuur je echt gewoon een foto van de reet van Otje. Pak die wil shit. Wil je nog nudes? Wat goed.
Ja hoor, kom maar door. Go. Doe gewoon. Dat doen we niet. Dan doen we een andere foto van Otje. Nee, maak gewoon een foto van dit zo. Ja, ja, doe dat. Nee, doe dit. Ja, doe het. Doe het. Deze is een moeilijk effect. Oh, deze is naar. Ja, deze is heel naar, ja. Shit. Ik denk dat ze gewoon een foto gaat maken in de McDonald's van een frietje of zo, van haar arm zo. Weet ik voor wat. Maar never dat ze in de McDonald's nude pics gaat maken. Ik denk dat ze wel een soort of een inkijk of iets of zo stuurt. Dat denk ik. Ze heeft een foto gestuurd. Okay. Durf je dit? Jij denkt dat het naakt wordt, dus ik denk dat het gewoon een foto is van een macro cat of zo. Ik wil iets. Alright, this moment. It's the moment of my life. Oh! Oh! Ik zei het! Ik zei het!